En de vraag voor de kriebels is natuurlijk, waar kan je van genieten? Ik kan genieten van het feit dat mijn oma dit rondje altijd liep. Ze is helaas van de week overleden. Dus ter ere van oma, samen met mijn zus, lopen we dit rondje markt voor oma. Kijk naar de zon, ja, je kunt het net niet zien, want er zitten een paar mooie lindenbomen voor. Maar ja, hier krijg ik nog de kriebels van, hè, van dit prachtige weer. We hebben weer een paar dagen kloten weer gehad, hallo Cor. Maar nu schijnt het zonnetje weer. En dan lekker met het hondje even wandelen en lekker in de tuin zitten. En vanavond lekker een potje tennissen. Ja, daar kreeg ik wel de kriebels van. Nou, bijvoorbeeld met vrienden afspreken, gamen, vakanties, vrije tijd. Ja, dat is leuke dingen. Ik geniet van blije mensen, de natuur. Vooral ook bloemen ben ik dol op. En van positiviteit. Ik kan genieten van trainen met mijn hondjes in het centrum van Wijchen. Want? Ik leid honden op voor Hulp Hond Nederland. En voor onder andere voor mensen in een rolstoel. En ik ben hier aan het trainen met het lekkere weer. Om alle luchtjes te negeren en gewoon dat hij netjes moet meelopen met mij. Vraag ook altijd waar je soms een beetje aan ergert. Nou, we mochten voor onze oma nooit negatief zijn. Als we wel eens aan het mopperen waren hier in het dorp. Zij is altijd van, doe eens niet zo negatief. Dus, geen negatieve kriebels. Nee. Geen negatieve kriebels. Positief. Hoe heet jullie oma? Nelly Kersten Pijnappels. Ja, waar erg ik me soms een beetje aan? Ik erg me weer aan de enorme discussie rondom de racisme en over de partij, weet je, Denk geloof ik, hè? Met Sylvana Simons en alle commotie eromheen. Ja, daar erg ik me eigenlijk wel een beetje aan. Dat is toch niet goed voor dit land, denk ik. Hè? Dat we zo negatief zijn over elkaar en zoveel kritiek hebben op mensen. Terwijl we natuurlijk in een vrij land leven, een democratisch land. Dus iedereen mag hier denken en zeggen wat hij wil. Hè? Niet Nederlandse bevolkingsgroepen die dan samenscholen met elkaar en dan vervelende opmerkingen naar iedereen roepen, zeg maar. Erger is een groot woord, maar iedereen zou wat verdraagzamer kunnen zijn. En dan denken hoe andere mensen dingen kunnen, of hoe andere mensen dingen beleven, hoe het voor hun is, bepaalde dingen. En dan heb je meer begrip voor elkaar. Mensen die mijn hond expres afleiden op afstand. Die zijn er wel. Ja, die zijn er wel. Mensen weten ook vaak niet hoe vervelend het is voor de hond eigenlijk. Ze denken vaak dat het gewoon even een leuk momentje is met de hond. Maar uiteindelijk maak je het de hond eigenlijk veel moeilijker om zich netjes te gedragen. Dus het is wel eens vervelend.